Johan Abma wordt geëerd voor het spelen van zijn 400ste wedstrijd. En hij krijgt daarvoor dit speciaal voor hem ontworpen shirt met het rugnummer 400 van de supportersvereniging. En dat allemaal voor de wedstrijd Cambuur-Leeuwarden tegen Topos. Cambuur had wat goed te maken. Spanning was voelbaar voor de wedstrijd, want Cambuur zit even in een slechte fase. Tuasamu voor Topos. Het eerste gevaar van de wedstrijd komt van zijn voet. Cairo dan voor Cambuur-Leeuwarden. Met het overzicht, het zoeken voorin van Derksen, maar die wordt niet bereikt. Abma, de jubilaris, met het schot. Maar het mist enige precisie. Maar Cambuur-Leeuwarden liet wel zien waar het vanavond voor ging staan. Het speelde scherp, het speelde fel in de beginfase. Overname, goed verzorgd, Van Dijk. Ziet de beweging bij Derksen. Het goede balletje op Derksen en Derksen schiet binnen. En dan is het na 10 minuten al 1-0 voor Cambuur. Goeie aanval. Goed gevoetbald zoals het hoort uit het boekje. Van Dijk. Een goede voorbeweging van Derksen die daardoor vrijkomt en ook goed in kan schieten. En daarna was het eigenlijk maar één ploeg die speelde. Van Dijk. De middenvelder, de opening op Cairo, de huurling van FC Utrecht. Cairo iets wat gelukkig, alleen dan af op Van der Kammen en doet er eigenlijk te weinig mee. Een paar minuten na de 1-0 van Derksen. Eveneens dan voor Topos, dat heel weinig terug kon doen in die eerste helft. Goeie actie, de bal voor. En Henriques krijgt dan de kans, maar kan niet vol uithalen. En Power staat ook op de goede plek in de call van Cambuur. Tuasamu dan weer. Vanaf de linkerkant de bal voor. Henriques nog een keer. Moeilijke bal voor Pauwen, maar hij pakt en zo blijft het 1-0 voor Cambuur. Van Dijk. Mooie voetballer, goede techniek en ook overzicht. Legt de bal terug. Derksen, Cairo. Wilde het mooi doen met de binnenkant van de voet. Op zich goed, maar het werd een afzwaaier. Van Dijk met de corner. De man die continu aan de bal was, Van Dijk. Schitterende actie. Van Dijk, en wat doet hij dan? Fantastisch. Laat zien dat hij een hele goede voetballer is. Deze jonge man uit Groningen, de zoon van. Maar wat doet hij dit mooi. Eerst deze beweging. Dan ziet hij Van der Kam, een uitlopende keeper, de stift. En dit is een heerlijk gevoel voor een voetballer. 2-0 voor Cambuur-Leeuwarden. Dan zijn we in de tweede helft, waarin Cambuur gewoon doorgaat met hetgeen het ook in de eerste helft deed. Goed voetballen, verzorgd voetballen zoals Gert Kruijs het graag ziet. En met heel veel pressie naar voren. En dan komen de kansen en ook de doelpunten. Geert Jelle de Vries in de 65ste minuut scoort hij 3-0. De mee opgekomen verdediger. De kopbal en 3-0 voor Cambuur-Leeuwarden. En Topos kwam op alle vlakken, op alle posities tekort. En Cambuur speelde in een heel hoog tempo. Derksen hier weer met de volgende kans. Het was een stortvloed aan aanvallen. Cairo met de bal op de paal. 5000 mensen in Leeuwarden leefden hartstochtelijk mee met Cambuur. Cambuur dat zich van zijn goede kant liet zien en dat was nodig. Na de slechte resultaten van de afgelopen weken. Goudmijn, weer in actie. Je zou zeggen bijna weer een doelpunt, weer een kans op een doelpunt. Maar Van der Kammen, de keeper van Topos, houdt de schade beperkt. Maar het zijn fases waarin we bijna niet geknipt hebben. Achter elkaar, Cambuur. De kopbal van Goudmijn nu weer voorlangs. En Topos zakte meer en meer terug. Hij had het moeilijk. Zie de opbouw. Het verkeerde inspelen. En gelijk 3-4 man van Cambuur-Leeuwarden naar voren. Van Dijk. De goede bal op de ingevallen van der Heijden. Die houdt het overzicht. Is niet egoïstisch. Geeft hem voor. Cairo werkt daar niet goed binnen. Het enige dat je Cambuur-Leeuwarden vanavond kwalijk kon nemen was de afwerking. Want die had gewoon beter gemoeten. Maar hier weer 4 man van Cambuur. De bal binnendoor. Van Dijk listig met de buitenkant van de voet. Maar het gaat voorlangs. Maar het hield gewoon niet op. Veldman, de opening. Goed breed gehouden door Goudmijn. Het inspelen op Van der Heijden. Goudmijn loopt zelf door. De linkerpaal hadden we al gehad. Nu weer de rechterpaal. Kenneth Goudmijn.
Maar wat een kansen voor Cambuur. En dat moet trainer Gert Kruijs goed doen. Want hij ziet gewoon dat zijn ploeg niet alleen goed speelt, maar dat er ook heel veel kansen worden gecreëerd. Van der Heijden. Weer de bal voor niet. Egoïstisch, krijgt dan in de rebound de bal terug en schiet hem beheers binnen. En eindelijk dan die 4-0 voor Cambuur Leeuwarden. Maar Cambuur liet zich vanavond van een hele goede kans zien. En is, zoals het vanavond speelt, een van de kanshebbers toch op de titel. Maar kun je dit lang volhouden? Cambuur blijft in ieder geval meedoen aan de kop van de eerste divisie. En trainer Gert Kruijs zag dat terug in zijn elftal. De ploeg heeft antwoord gegeven. We hebben onnodig twee keer verloren. Dus moesten we vandaag voor ons eigen thuispubliek een goede wedstrijd spelen. De ploeg was getergd en dat kon je goed merken. Getergd door de eerdere verlies of getergd ook omdat de coach op scherp had gezet? Nee, het is een optelsommetje. We zijn goed gestart in de competitie, daarna vallen we wat weg. En om bij te blijven, om ons toch in die kopgroep te nestelen, moesten we winnen. Dus het was nodig.